De voorzitter van de BVL, als Wilco Valies, heeft op een vandaag gehouden persconferentie de beschuldiging aan zijn adres weerlegd. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren in het programma Bacanatori aangegeven dat Valies fictieve uren had opgebracht voor miljoenen SRD's en dat hij zich goed heeft ingedekt, waardoor ze geen case van kan maken. Valies zegt dat hij deze uitspraken, die de bewindsvrouw heeft gedaan, niet zo zal laten. Die onafhankelijke rechter. En we geven deze minister de tijd tot vanmiddag 5 uur om met concrete bewijzen te komen dat wij dat geld hebben getoucheerd. Wat naar buiten is gekomen is 2. zoveel miljoen. Ik neem dat aan dat het een omissie is van de douane tijd, maar goed. Het klinkt natuurlijk beter als er staat miljoenen. Dan zeggen ze, ay valies, afvoer in zakka. En waarom doet de minister dat? Waarom heeft de minister de andere namen niet genoemd? En waarom heeft de minister nu gezegd dat Valies tonnen heeft ontvangen? Omdat ze nu op dit moment paniekvoetbal voeren, ja. Ten aanzien van de aangekondigde acties voor maandag 1 oktober zegt de BVL-voorzitter te hopen dat de ouders daar enig begrip voor kunnen opbrengen. Het is volgens hem niet de intentie van de bonden om de leerlingen te benadelen. Zeker niet, maar het gaat om een signaal. En het is goed dat het op 1 oktober gebeurt, zodat ze zien, hey, Assan, no, we willen niet langer wachten. We willen niet wachten na 3 maanden, 4 maanden voordat we kabaal maken. Nu, aan het begin van het schooljaar, gaan we dat doen. En we hopen dat het wordt opgepakt door de samenleving en samen met ons te eisen dat het beter gaat in ons onderwijs. Want het gaat niet goed. En we hebben niet gezegd dat we vanaf 1 oktober totaal acties gaan voeren. We hebben juist 1 oktober, omdat het eerste moment is waarop het nieuwe schooljaar begint, om de aandacht te vragen van autoriteiten, maar meer nog van die samenleving. Die samenleving hebben we nodig, zodat er verandering komt in onze omstandigheden. Valies benadrukte dat de onderwijsgevenden en de samenleving niet zullen buigen voor dictatuur. Hij typeerde de houding van onderwijsminister als het begin van dictatuur. Op de persconferentie hebben leerkrachten hun ongenoegen geuit over de uitspraken van minister Ferrier. Volgens hun kunnen ze zich nu niet voor 100% concentreren op het werk, omdat ook zij moeten overleven. Ik bied hun dromen aan die ze misschien niet kunnen verwezenlijken. Dan komt deze minister ons verwijten van, we zitten weefd te kopen met ons permanente educatie. Nee, ik heb mijn studie betaald. Ik heb benzine in mijn auto gezet. Om elke dag naar mijn werkplek te gaan, om mijn kinderen op te voeden. Ik heb me zodanig gestoord aan deze uitspraken. En vanaf deze minister is aangetreden. Alleen maar negativiteit horen van haar. Een echte leider bouwt zijn of haar werknemers op. Aldus een van de leerkrachten die zijn ongenoegen heeft geuit over de uitspraken van onderwijsminister Ferrier. Ten aanzien van de no work, no pay bedreiging van de minister, zegt Valies tenslotte dat indien de overheid als grootste werkgever zich zo opstelt, dit voorbeeld ook opgevolgd zal worden door andere bedrijven.